Hallo en welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Ellen Azaert van Glowing Skin Studio en ik ga jullie vandaag iets meer vertellen over hoe je jouw huid kan voorbereiden op een belangrijk evenement. Nu staan binnenkort de feestdagen voor de deur en krijgen we heel veel vragen over hoe kun je nu je huid op een korte periode zo stralend mogelijk er laten uitzien. Dus daar ga ik vandaag iets dieper op ingaan. Nu, deze kan van toepassing zijn, deze video, voor het einde jaar, maar evengoed voor eender welk belangrijk evenement dat op jou of in jouw agenda staat. Dus volg zeker mee om de juiste tips en tricks te krijgen van Licami. Wat is er nu belangrijk om jouw routine een beetje te gaan upgraden in voorbereiding voor wat speciale evenementen die op de planning staan? Sowieso blijven we bij Licami fan van het dubbele reinigingsprincipe. Daar zijn we ook al veel dieper op ingegaan in vorige video's. Dus als je interesse hebt in hoe moet ik dubbel reinigen en waarom, dan raad ik je aan om onze video's op de pagina van Licami te gaan bekijken. Dan vind je daar alle informatie terug. Dus reinigen blijft sowieso heel belangrijk. Tonifieren ook. We gaan na het reinigen altijd een toner gebruiken om onze huidbalans of onze huidbarrière terug in balans te krijgen. En daarna kunnen we eigenlijk specifiek gaan werken naar gelang het moment of het seizoen. Nu, om die huid echt klaar te maken voor de feestdagen, zijn wij bij Licami heel erg fan van het anti-aging serum. En die ga ik er eventjes bij nemen. Het anti-aging serum, daar zit het vitamine A in, of retinol zoals dat in de volksmond wordt genoemd. En retinol gaat eigenlijk die huid gaan helpen vernieuwen, die celvernieuwing gaan stimuleren om die huid sneller te gaan. Ja, vernieuwen in feite, die dode huid dus sneller te gaan naar de oppervlakte brengen en te gaan verhelderen. En dat gaat er dus voor zorgen dat die huid mooi stralend gaat zijn. Nu, de anti-aging adviseren we niet om elke dag te gebruiken. Zeker niet als we dan nog niet gewend zijn om dat artikel of om dat serum te gaan gebruiken. Dus ik raad aan, of wij raden aan, om dat 2 of 3 keer per week te gaan gebruiken. Om een beetje te gaan uitproberen van kijk, hoe reageert mijn huid op dit serum. Dus het anti-aging serum is een van de 3 Licami Plus serums die heel targeted zijn. Dus heel specifiek op een bepaalde kwestie van de huid gaan werken. Maar dit serum mag je enkel in de avond gebruiken. Dat is heel belangrijk en we herhalen dat telkens opnieuw. Waarom is dat nu zo belangrijk? Deze serum gaat echt in de diepte in die huid gaan werken en kan die huid iets gevoeliger gaan maken voor daglicht. Ook al schijnt de zon momenteel niet zo fel, toch is er altijd daglicht of zonlicht aanwezig. Dus het is heel belangrijk om het serum enkel in de avond in jouw routine te gaan toevoegen en nooit in de ochtend. Waar is dat serum nu net zo goed voor? Je kan dat ook altijd zien op de achterkant trouwens. Hier staat een kleine vermelding van before bedtime of best used at nighttime, zodat je zeker niet vergeet dat je het enkel in de avond mag gebruiken. En het gaat ervoor zorgen dat het collageen in onze huid wordt gestimuleerd om te blijven aanmaken. Collageen wordt naarmate we ouder worden iets minder en minder aangemaakt door onze huid zelf. Dus we kunnen door de producten te gebruiken die daarop specifiek targeted zijn, dat toch gaan blijven stimuleren om die huid echt sterk te houden en in een mooie conditie te houden. Het gaat ook de rimpeltjes verzachten en de huid gaan kalmeren. Stel je hebt zoals mij momenteel een beetje last van wat acne of wat onzuiverheden op de huid. Een huid die wat reageert op stress of dergelijke zaken. Dan gaat die anti-aging er ook echt voor zorgen dat die huid wat geboost wordt en dat dat ook sneller gaat gaan genezen. En het gaat de huid ook helpen verhelderen. Doordat de dode huid, of de bovenste laag van de huid, sneller wordt vernieuwd, gaat de dofheid eigenlijk ook sneller weggaan en gaat de nieuwe huid, die dan eigenlijk naar de oppervlakte komt, die nog fris is en er heel stralend uitziet, daar gaat dat anti-aging serum eigenlijk goed op gaan werken. Een 3-tal druppeltjes is voldoende. Ik zal het eventjes tonen. Het is een beetje een crème-achtige, dikkere textuur. En je hebt eigenlijk maar 3 druppeltjes nodig. Je verdeelt ze over je hele gelaat en eventueel zelfs over je hals.
Je masseert dat in, je brengt dat aan en dat gaat heel snel intrekken. Het is een heel licht serum, waardoor het heel goed kan gaan indringen in de huid tot in de diepte. Nu, naast dat we extra productjes kunnen gaan gebruiken om die celvernieuwing te gaan stimuleren en die huid te gaan laten stralen, wil ik jullie ook nog graag introduceren in 3 tools die we bij Lycami hebben om die huid te gaan masseren en nog een extra boost te gaan geven. Ik ga ze heel eventjes kort al overlopen en dan ga ik op elk van hen iets dieper op ingaan. Dus we hebben de Gua Sha Roller bij Lycami. We hebben de Gua Sha Steen. En dat is een echte steen. En dan hebben we nog de Creo Sticks. Misschien iets minder bekend, maar zeker een topper, dus ik ga daar straks iets meer over vertellen. Nu stel, je hebt je anti-aging serum in de avond aangebracht. Je hebt die mooi verspreid over je gezicht en over je hals. Dan kan je die er gaan inrollen met de Gua Sha Roller. Die is heel goed om eigenlijk je product veel dieper te laten inwerken in die huid dan we het gewoon aanbrengen en op die manier laten intrekken. Hiermee ga je er dus voor zorgen dat dat product nog beter wordt geabsorbeerd. En je gaat ook een kleine detox op gang brengen, alzien je gaat je systeem stimuleren om afvalstoffen te gaan afvoeren. En daarvoor is die roller dus eigenlijk ideaal. Je kan er weinig mee verkeerd doen, het ligt op zich heel makkelijk in de hand. En je kan gewoon rollen van het midden van het gezicht naar buiten en naar boven. En op die manier kan je eigenlijk heel de contouren van jouw gezicht gaan volgen om die producten dieper te gaan laten inwerken. Nu, we hebben 2 zijden aan deze roller, zoals dat je kan zien. En het kleine rolletje is eigenlijk ideaal om rond die ogen of over die lippen te gaan werken. De plekken waar we met dat groot rolletje niet zo heel goed bij kunnen, daarvoor is dan dat kleine rolletje ideaal. En dat past perfect rond die ogen of zelfs over die lippen, om bijvoorbeeld een lippenbalsem te gaan inwerken of zelfs je anti-aging productje. Kortom, dus een grote fan van de roller. Heel makkelijk om mee te starten als je geen ervaring hebt met masseren van het gezicht of producten op die manier te gaan dieper inwerken. Ook een heel fijn artikel om cadeau te geven aan mensen in jouw omgeving. Voilà, tot zover de roller. En dan ga ik nu iets meer ingaan op de Gua Sha Steen. Die toonde ik jullie net en die ziet er zo uit. Een beetje een hartvormige steen gemaakt van zwarte obsidiaan of snel gekoelde lavasteen. En een Gua Sha tool zoals deze is eigenlijk ideaal om echt die huid in de diepte te gaan masseren. Met de roller kunnen we uiteraard ook wel heel zachtjes gaan masseren, omdat dat makkelijk meerolt over die huid. En op die manier kan je drainage gaan doen van overtollige afvalstoffen en overtollig vocht. Maar zo'n steen zoals deze kan je echt gebruiken om in de diepte te gaan masseren tot in die spieren. En wat gaat dat dan voor resultaat geven? Dat je met zo'n steen echt de spieren kan gaan laten ontspannen en gaan trainen eigenlijk. Dat kan je niet met de roller. Dat is meer om je product iets dieper te gaan inwerken en een kleine drainage te gaan toepassen. Maar met zo'n steen kan je echt heel veel manieren vinden om te gaan masseren en de contouren bijvoorbeeld mooi terug scherp te krijgen en die huid te gaan helpen liften en die spieren te gaan ontspannen. Dus hier iets meer mogelijkheden eigenlijk mee dan met de roller, maar vraagt al iets meer handeling of zal iets langer duren eer je dat onder de knie hebt, hoewel we daar bij Lycami heel veel video's over maken en tutorials. Dus ik zou zeker, als je twijfelt, het een keer uitproberen en je kan gerust meevolgen met al onze leuke tips en tricks in die video's. Nu, wat is er nu zo fijn aan die steen? Je hebt verschillende zijden, zoals dat je kan zien. En je kan die zijden eigenlijk perfect plaatsen rond de contouren, zoals deze manier bijvoorbeeld. Om echt die kaaklijn mooi terug afgelijnd te krijgen. Op die manier. Of de jukbeenderen, door op deze manier te gaan masseren over dat jukbeen, ga je dus eigenlijk helpen om al wat er zit van overtollige vocht te gaan afvoeren
En je gaat in de diepte masseren, dus je kan ook perfect je spieren gaan ontspannen. Je kan bijvoorbeeld met je lange zijde ook het voorhoofd gaan masseren. Een plek waar we vaak veel spanning vasthouden en misschien wel wat eerste lijntjes en rimpeltjes te zien krijgen. En dan kun je met die steen eigenlijk leren om die spieren hier te gaan ontspannen en de doorbloeding op gang te brengen, waardoor dat we eigenlijk een mooie stralende huid tevoorschijn krijgen. Dus zeker een heel leuke tool om mee te gaan masseren. Kan elke dag gebruikt worden. Nu, de roller rolt op zich, de naam zegt het zelf, de roller rolt op zich redelijk makkelijk over de huid. Dus kan perfect gecombineerd worden met ons anti-aging serum. Dus die twee werken perfect samen. Nu, wat wel belangrijk is om te weten, voor de gua sha steen zoals deze, ga je een product nodig hebben dat iets meer gaat gaan glijden of toelaat om eigenlijk te gaan glijden over die huid. De Lycamy Plus serums zijn heel dun van textuur en trekken heel snel in, dus lenen zich minder goed om met de gua sha steen te gaan masseren. Maar ons Facial Essential Oil Serum, dat is een serum op oliebasis, zoals dat je hier kan zien. Dat is iets anders dan het retinolserum. En dat leent zich perfect om eigenlijk te gaan masseren met deze tool. Dus wat zou je bijvoorbeeld kunnen doen? Je brengt eerst het anti-aging serum aan. Daarbovenop het essential oil serum. En dan kun je met die tool dus heel die twee serums echt heel goed gaan inmasseren. En daarbovenop je spieren gaan ontspannen. En mooi de contouren gaan in de verf zetten. Dus daarbij essential oil serum tezamen met de gua sha steen werken heel goed om die huid klaar te maken voor die feestdagen. En dan hebben we nog één tool die we graag met jullie willen delen en dat zijn onze hele leuke cryosticks. De cryosticks die komen uit de diepvries in mijn geval. Je kan ze ook in de koelkast bewaren, maar dan zijn ze minder koud. Voor mij zijn de sticks ideaal als ze heel goed gekoeld zijn. Dus ik haal ze uit de vriezer, ik spoel ze even af onder de kraan en dan ga ik er ook mijn huid en mijn hals mee gaan masseren, net zoals ik doe met de gua sha steen. Wat is nu het verschil tussen de twee? De gua sha steen is in het begin fris, de steen voelt fris aan in het begin, maar gaat de warmte van jouw lichaam gaan overnemen en voelt op het einde van de massage warm aan. Nu, de cryosticks zijn bevroren en ze zijn gemaakt van roestvrij staal en er zit koelvloeistof in, dus dat blijft heel lang koud. En hier kan je dus een volledige massage mee doen terwijl ze nog steeds heel koud aanvoelen. Wat is nu het voordeel hiervan? Door die koude gaat die huid echt een boost krijgen en onmiddellijk een mooie glow gaan tonen. Dus dit is echt ideaal om te doen op de dag van jouw event zelf, net voor je je make-up gaat aanbrengen. Terwijl de gua sha roller en de gua sha steen zijn dan ideaal naar aanloop van jouw evenement. Als je dan een paar dagen voor de feestdagen start met die massage, ga je echt wel zien na een paar dagen dat er wat veranderingen gaan optreden aan de contouren en aan de kwaliteit van de huid. Maar die cryosticks gaan echt op het moment zelf een enorme boost geven aan die huid en echt een mooi stralend resultaat geven. Dus ik gebruik die om te masseren terwijl ik dus mijn producten aanbreng. Idealiter ook in combinatie met het Essential Oil Serum, zodat je zeker goed kan glijden. Ze zijn koud, dus ze hebben wel voldoende product nodig om goed te kunnen gaan glijden. Maar je zou het zelfs ook kunnen doen bovenop je... Dus je zou het ook zelfs kunnen aanbrengen of masseren bovenop je Intensive Hydrating Cream. Kan zeker ook. Dus eigenlijk als afsluiter van jouw routine om die huid goed te gaan laten stralen. En je kan er ook echt de contouren mee gaan masseren. Doordat die eigenlijk een holle en een bolle zijde hebben, kan je met die sticks eigenlijk alle plekken op jouw gezicht echt gaan contouren, gaan shapen en gaan masseren. Dus voilà. Op deze manier kan je eigenlijk die huid echt perfect voorbereiden om dan daarna jouw make-up te gaan aanbrengen. En dan ga je merken, als je wel last hebt van zwelling bijvoorbeeld, dat dat gaat helpen
om die huid eigenlijk klaar te stomen. Voilà, dus dat zijn de drie tools die we bij Lycami aanbieden en die perfect zijn om jouw huid voor te bereiden op een speciale dag. Dus de roller, ideaal om een product dieper te gaan inwerken. Heel toegankelijk, heel makkelijk in gebruik. Dan hebben we onze Gua Sha steen, waarmee je echt in de diepte kan gaan masseren om die spieren te ontspannen en eigenlijk die contouren mooi te gaan aflijnen. En dan hebben we onze Cryo Sticks die heel koud zijn en je zal merken dat die onmiddellijk een resultaat geven. Koude therapie. Dus heel mooi om op de dag zelf net voor jouw make-up te gaan toepassen. En dan kan je eigenlijk door drie tools te combineren of een favorietje uit te kiezen, jouw huid optimaal gaan voorbereiden. Dus wat is er nu belangrijk? Ik ga nog eens eventjes samenvatten. Het goed reinigen, dat blijft altijd heel belangrijk. Dan kan je je huid een paar dagen op voorhand al beginnen voorbereiden met het anti-aging serum met retinol daarin. Daarna kan je het essential oil serum aanbrengen en eventueel een massage doen met een van onze drie tools. En om af te sluiten kan je dan je intensive hydrating cream aanbrengen. En nog een laatste tip. Nu niet op de dag van je event, maar bijvoorbeeld 2 dagen op voorhand of de avond ervoor, zou je je volledige routine nog kunnen afsluiten in de avond met de healing balm. Dus de healing balm, meestal gebruiken we die voor bijvoorbeeld gesprongen lippen of huid die heel droog is bijvoorbeeld. Maar je kan de healing balm ook een aantal keer per week gebruiken bovenop jouw serum en je hydrating cream om echt alles goed te gaan insluiten en die huid extra te gaan boosten en te gaan hydrateren. Zeker in de koude dagen nu, in de winter, is dat ideaal om die huid echt te gaan helpen kalmeren en te gaan regenereren. Onze huid heeft wel wat last van de invloeden van koud, warm, het verschil tussen de temperaturen. Dus die healing balm gaat echt extra gaan voeden en gaan stimuleren om te gaan herstellen. Dus wat zijn de belangrijkste punten om onze huid optimaal te kunnen voorbereiden op een belangrijk evenement? Dat is goed reinigen, boosten, hydrateren en masseren. Zodanig dat we alle producten goed kunnen gaan opnemen in die huid en die huid mooi kunnen gaan laten stralen aan de feesttafel. Ik wens jullie heel veel succes om jullie routine hierop aan te passen. Jullie weten, als er vragen zijn, zijn we steeds bereikbaar via onze Instagram-pagina @lycamiskincare of via ons e-mailadres. En dan helpen we jullie graag met al jullie vragen. Geniet van jullie einde jaar en tot snel!